De ellendigste plek op aarde. Sierra Leone kreeg deze dubieuze titel van de VN in 2007. Kindsoldaten, slavernij en bloeddiamanten worden in één adem genoemd als het gaat over het land uit West-Afrika. Ja, journalist Sander de Kramer die besloot in Sierra Leone het verschil te gaan maken. Zo opende hij vorige week een Robin van Persie school. So I declare the Robin en Bushra van Persie building. En nu denken we allemaal, wat heeft Robin van Persie hiermee te maken? Maar die zag dit project en die had zoiets, ik wil hier geld aan uitgeven. Ja, weet je, het was toen ik mijn... Er is een boek verschenen over mijn wonderlijke verhalen in Sierra Leone. En ik heb het eerste exemplaar aan Robin gegeven, omdat ik een fantastische anekdote met hem heb meegemaakt. Ik had een keer oorlogsslachtoffers uit Sierra Leone. Die hebben een voetbalteam. Dat zijn mensen met één been. Die heb ik naar Nederland overgehaald om aandacht te vragen voor de problematiek van Sierra Leone en om geld te genereren voor het land. En toen waren we naar een wedstrijd van het Nederlands elftal gegaan. En die jongens die waren met hem op hun held, want Robin van Persie is echt een superheld in Afrika, waren ze met hem op de foto gegaan. En toen was hij achter hem aangereden. En ik had helemaal niet in de gaten. Dus ik reed op de brug. En ik reed met al die jongens in de bus. En ik hoorde getoeter en lichtsignalen. Ik denk, joh, dat is mijn laatste uur even geslagen. Ja. Toen werd ik ingehaald, klem gereden. En toen stapte Robin van Persie uit. Ja. En toen zei hij, ik heb een cadeautje voor hem. Helemaal zweet op zijn voorhoofd van het achter me aanrijden. En toen deed hij zijn tas open. En dan gaf hij de jongens zijn schoenen. Nou, je weet niet wat voor impact dat heeft gehad. Maar hij stond dus in het busje. Even kijken, jij hebt je rechterbeen, dan krijg jij deze schoen. Jij hebt je linkerbeen, dan krijg jij deze schoen. Maar hoe heeft hij nou, ze toch om die school te betalen dan? Wat zei je? Hoe is hij er toe gekomen om die school te betalen? Hij nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Ja. En toen zei hij van, pakte hij de microfoon? Ik denk, wat gaat hij doen? En toen zei hij van, ik wil nog iets zeggen. Ik vind het zo geweldig wat er gebeurt. Ik zie echt dat het verschil wordt gemaakt. Ik wil het even in school gedaan. En daarom reed hij even klem. Nou ja, beter klem gereden door Robin van Persie dan Dave Wolfink. Laat het boek maar even zien. Even het boek. Ja. En het is leuk, want wij mogen een paar van die boeken weggeven. En wil je dus de Chief Oude Dibbes hebben, mail dan even naar ochtendshow@ad.nl